Oh mensen, welkom bij een nieuwe video van Alles in één kanaal. Ik ben Emiel en ik speel Elsword. Dit is een RPG game soort van dingetje. Waarbij je, ja, je kunt dingen killen, je kunt vechten. Het gaat vooral om vechten. Wat we nu gaan doen is, we zijn nu in het eerste gedeelte waar je kunt vechten. Ik speel als Rina, een boogschutter. Poef. Maar ze kan ook goed vechten met, ja, gewoon hand-on-hand combat, whatever the fuck. Maar, oké. Ja, ik speel dit spel omdat ik dit een leuk spel vind. En ik hoop dat jullie dit ook leuk vinden. Dus mijn eerste quest is compleet. Oh fuck, please, laat me met rust. Mijn eerste quest is compleet. Oh yeah. Ik krijg boots. Want ja, boots is niet nodig. Waar is mijn inventory? Please. Inventory. Nope. Nou, dan doe ik eerst een dungeon. Want ja, je kunt ook dungeons doen in deze game. Dus ik wil deze game met, als de karakter gaan uitspelen met, op YouTube en... Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Het is gewoon ja, een beetje een blije game. Iets anders dan Call of Duty. Oh, ja. Of fucking Minecraft. Ja, Minecraft is wel leuk, maar ik raak snel verveeld aan Minecraft. En natuurlijk League of Legends. Maar League of Legends, dat kun je niet als een soort van serie doen. Daarom speel ik soms een game. Dit wil ik elke week terugbrengen, de serie gaan maken. En ja... Oh fuck, please, niet in chat. Oké. Deze bitches gaan we killen. Oh, ik ben vergeten te laten zien wat de special abilities zijn. Je hebt special abilities en elk karakter heeft andere abilities. En hoe meer je speelt, hoe meer abilities je kunt unlocken. En ja, het spel is ook vooral button mash, combo's, zo'n dingen. En dat vind ik wel leuk. Even terug. Want dan ga ik even mijn shit aandoen. Oh shit. Nee! Is dit een geweer? Dit is voor een iets voor Raven. Dat kan ik niet aandoen, maar jammer. Maar ja, oké, tijd om dit open te maken. En... Auw! De sneaky. Dat was gewoon sneaky braai. Dat heb ik nog nooit gezien dat hij dit kan. Get fucked. Pjoef. Hier, krijg gewoon in je gezicht. Holy shit. Boep, boep. Wat? Nog steeds geen damage. Oké, daar is de damage. Boep, boep. Wat? Poef. Poef, get fucked. Ik vermoord hem gewoon. Hier. Oh shit, daar is een dude. Zie je, dit is de tweede soort van boss. Minibos meer. En het spel gaat er eigenlijk om dat je ja, dungeons moet doen om quests te completen. En het is gewoon heel een beat-em-up stijl. Gewoon heel ja, gewoon heel grappig vind ik het zelf om te doen. En oh shit. Ja, ik ben niet zo heel goed met Rina. Ik heb haar nog niet zoveel gespeeld. Ook toen ik het vroeger speelde. De game is wel een beetje anders geworden. Maar ja, verder is alles ongeveer hetzelfde, dus yeah! Hier ben ik dan en ja, ik hoef geen story te doen. Story is niet belangrijk. Ik speel zelf nog een keer voor de story, maar nu gaat het gewoon om beter te worden. En kijken of ik met andere mensen kan spelen. Ik heb een E-rank, normaal heb ik S-rank met Ad. En ja... Tijd om... Oké. Hier zijn we dan. Oké. Ik heb deze dungeon gekleerd. Laat me. Oh my god. Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Nope. Oké, giant shoes. Ik heb al speciale schoenen. Oké.
enige wat ik nu nog nodig heb is een speciaal broek, rokje, whatever the fuck. Voor. En dan heb ik gewoon een normale set. Dus. Het enige wat jammer is, is dat ik geen. Dat ik op dit account geen. Geen speciale set kan maken. No. Dat is jammer. Maar ja. Ik heb mijn speciale set op mijn Ad-kanaal. Dus die ga ik naar de tweede dungeon. Die ga ik doen. 3, 2, 1. Boom. Loading screen. Nog een loading screen. En. Zie je, hey, de loading screens zijn al shorter dan. Zijn al korter dan Call of Duty Online. Niet dat jullie weten wat dat is. Dat willen jullie ook niet weten. Oké. Oké, fuck jullie bitches. Ik zie jullie gewoon helemaal kapot. Poef. Oh my god. What the fuck? Oh, ik kan mijn dingen verkeerd. Tjoe, 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 tjoe. Dat was leuk. Tada. Ja, dat sloeg nergens op. Wat krijg je als de game lagt een beetje? Pjoe. Yo, fuckers. Oké, open, de deur is open. Tijd voor de volgende gedeelte van deze map. Oké. Ja, fucking negers, hè? Poef. Yo, bitch. Als we level 15 zijn, dan kunnen we kijken naar de class change die ik ga doen. En ik vind deze game heel leuk om te spelen. Ik heb hier wel eens een keer een hele nacht gewoon alleen maar dit spel zitten spelen. Met iemand uit Singapore. Dat was leuk. We hebben de hele nacht. We hadden jammer genoeg hadden we allebei hetzelfde karakter. Dus maar we hadden allebei een andere. Een andere class change. Dus dat maakt het wel wat leuker. Ik had liever dat ik dan. Dat hij of ik een ander karakter had. Maar ja, je kunt niet alles hebben. Dus nu moet ik zorgen dat mijn karakters. Ja, ik heb dit al lang niet meer gespeeld. Dus ben opnieuw begonnen. En dit is ja, mijn tweede character. Mijn eerste karakter is ja, een dude die gebruikt allemaal soort van robotjes meer. En daar staat hij dan bekend voor. Oh shit. Nee, wat? Dat is gemeen. Ik haat het dat hij altijd over me gaat. Yo, bitch. Hop. Yo, nigga. Oh my god. Oh my god. Hier, ga dood. Poep, 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 poep. Wat? Blokte die nou mijn attack? Oké, het wordt tijd voor. Poep, oh shit. No. Boep, nee. Kom er niet tussen. Joep. Die, dat is wat ik bedoel. Boogschutter. Ja, ik sla meer dan dat ik mijn boog gebruik. Dat vind ik leuk aan dit karakter. Je kunt een boog gebruiken, maar je kunt ook gewoon slaan. En ik denk dat ik dat pad ga pakken als class change. Dat me meer, dat me betere aanvallen geeft. Want er zijn 3 class change bij elk karakter. En die doen allemaal iets verbeteren van het karakter zelf. Dus bij dit karakter heb je er eentje die doet het, ja, het archery gedeelte, het versterken. En eentje die doet dingen versterken. Het vechten. En ik weet niet wat de andere doet, maar die zal ook wel iets versterken. Natuurlijk versterkt hij ook niet. Nee, je gaat een class change doen en het wordt alleen maar slapper. Of er verandert niks. Dat is pas een class change. Weet je, dat is de beste type of class change die er zijn in de hele wereld. Bam! Bam! Oh my god. William's letter. Nou, oh my god. Monsterkrat, die zijn leuk. Kun je monster spannen, is wel grappig. Ik heb geen specials, jammer. Nee. Wauw. Oké.
Deze is raging, dus die is iets beter. Oké, en dit is een blade voor Raven. Oké, cool. Jammer dat ik hoop dat ik in mijn volgende dungeon die ik speel een de speciale boog krijg. Ik heb nu al een speciale boog. Maar er zijn nog meer sterkere bogen. Oh, nu moet ik die beesten gaan killen. Want die hebben iets gestolen. Maar het eerste wat ik doe is mijn boog equippen. Zodat ik meer damage doe. Kijk, dit is dit is gewoon een pakje. Dit kan ze even zo week. Dus vanaf volgende week ziet ze er anders uit. Dan ziet ze er zo uit. Oh, dit is wel Red Giant shoes? Nice. En Red Giant gloves. En de boog natuurlijk. De boog gaat er beter uitzien uiteindelijk, maar. Beter dan dat ze er zo uitziet. Het is gewoon, ja, eigenlijk vind ik het geel, vind ik dit beter dan het geel, maar de boog is sowieso beter en alles is eigenlijk beter. Dat is het klote. Oké. Nou, dan moet ik wel. Oké, costume. Dus voor deze aflevering hou ik dit pakje nog even aan. En dat is leuk. Oké. Nice. Dus ik moet nu die beesten gaan killen. Wat zijn het? Mollen? Hier, het zijn poeroes. Poeroes. In deze game heet het poeroes. Weet je wat die beesten? Fucking get fucking no scoped. Get no scoped. Get no scoped. Ik no-scope ze allemaal. Pfff. Oh ja, deze fuckers. Deze zijn sterk, maar. Boop, 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 boop. Boop, boop. Get fucking no-scoped. Poef. Get no-scoped. Woe. Oké, ik moet nog twee van die poroes killen. Fucking poro. Hier, get poroed. Pfff. En ik ben level 6. Nu kan ik de stad in. Yay, ik kan eindelijk de stad in. Oh, en ik heb eindelijk een fucking broek. Yay. Please. Please be Red Giant. Yes, ik heb Red Giant. Die ziet er tenminste wat beter uit. Dat. Ik kan niet wachten tot ik Red Giant set helemaal heb. Want Red Giant set is gewoon echt is een van de leukste sets in het begin. Hey. Hey, motherfuckers. Boom. En ze zijn dood. Oh nee, hij is nog niet dood. Fucking get no-scoped. Nou, hij overleeft de no-scope nog niet eens. Dus ik ga eerst even naar de stadje. Want daar kan ik heen als ik level 6 ben. Oh my god, ik moet eerst deze dungeon doen. Dungeon. Oké. We eindigen met de stad. We gaan eerst de dungeon doen. Oh yeah, dat huis. Oh nee, waarom? Maar ja, oké. Woo! No scope. Get no scope. Oh shit, ik word gewoon geraakt hier. Fucking quickscopers en alles. Oh shit, auw. Bitches. Bitch, stop met slaan. Poef, poef, poef. Oké. Yo, bitch. Ze hebben namen. Toto. Hallo Toto. Toto Ninja. Toto Ninja. Fuck off. What Toto? En dat is Bruce. Fucking Bruce. Hey Bruce, hoe gaat het? Oep. Oh my god, Bruce. Je raakt me gewoon helemaal. Money. Zal ik? Oh ja, ik kan katten overkopen in de shop. Yes. Oké. Waarom doe ik dit eigenlijk in het Nederlands? Ik dacht dat ik dit op mijn Engelse channel ging doen, maar ja. Oh my god. Oké, dan doe ik het op mijn Nederlandse channel. Oké, wacht. Ik laat in de comments een vraag. Zal ik deze serie in
op dit channel afmaken of zal ik verder gaan met deze channel gaan, met deze serie gaan op mijn Engelse channel. En dan upload ik deze video daar met ondertiteling. En ik zal kijken of ik dit, ja. Dan upload ik hem daar met ondertiteling. En ik heb Immediate Scout. Is die broek beter? Nope. En ik heb een cannon. Waarom krijg ik altijd die rare... Ik hoop dat ik begon met Nederlands. Oké, ik weet nu zelf niet eens meer welke taal ik spreek, maar... Dus nu ben ik Nederlands blijkbaar. Oké. Iedereen maakt fouten en... Oh, deze dude. Die is sterk. Oh shit. Get fucked. Get noscoped. Pew! Noscoped the fuck out of him. Oké. Wat ik eerder vertelde over... Oh shit. Ik heb weer... Weer random broek. Oké. Shit, ik kan hem niet eens gebruiken nu. Nee, dat is kloten. Oh ja, bitch. No scopes. Woep woep. Poef poef. Oh shit, ik heb geen mana meer. Het enige wat ik nu nog kan doen is... Waha! Go super skills. Oh my god. Nee, nee, nee. Auw. Rage mode. Woop. Get fucked. Wow. Oh my god. Heb ik nou... Nou, ik heb weer een fucking zwaard. Dat is kloten. Ik kreeg altijd van die wapens die ik niet kan gebruiken. Oh my god. Ik heb het gehaald. Oké. Maar laat eens in de comments achter of ik deze serie hier moet afmaken of op mijn Engelse kanaal. Of dat ik op mijn Engelse kanaal ook deze serie moet doen of whatever, maar dan met een ander karakter. Ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Dat is niet... Oké. We zijn dus nu eindelijk in de village. Wat ik hier over hier dus kunnen doen is... Accessories. We kunnen shit kopen die we niet nodig hebben. Dat is hoe het werkt hier in deze stad. We hebben... Hoeveel monies hebben we? Ik kan niet zien hoeveel monies ik heb. Oh shit. Oké, het zijn dan... Natuurlijk kopen we katoren. Want dat is belangrijk. En we kopen dit. En natuurlijk. Nu zijn we katten. Die hebben we kattenoren, want dat is speciaal. Ja, waarom? Waarom doe ik dit? En natuurlijk de Necklace of Vitality. Choose your title. Ik ben. And gift. Waarom niet? Oh, wat heb ik eigenlijk nog meer? Ik heb 2 zwaarden voor Raven. Oh my god. Oké, deze is een stuk beter. Die ga ik waarschijnlijk verkopen. Oh my god. Iemand heeft ook kattenoren gekocht. Yes! Fuck, hoor ik nu bij hun? Ben ik nu net zo speciaal? Een kitsune, dat is beste naam. Oh my god, please. Wee. Oké. Ja, hier kan ik nog lag krijgen omdat er zoveel mensen zijn, opeens random. Dan moet de game nog even leren kennen. Dus tijd om deze missie te clearen.
Eindelijk, Red Giant top. Fuck yeah, eindelijk. Oh my god. Dus, nu heb ik de Red Giant top. Nu heb ik de hele Red Giant set. Dus nu is mijn karakter, behalve de boog dan. Dus nu ziet mijn karakter er zo uit de volgende keer. Dat ziet er een stuk beter uit. Het enige wat jammer is, is de boog. Maar ja, dat komt nog. Maar voor deze aflevering laat ik dit er nog even in zitten. Ja. Ja, en we krijgen... Yay! Fuck je rugzak, maakt niet uit, er zit toch haar haar voor. En... Ja, dit karakter vind ik leuk om te spelen. We zijn hier in de stad. Het laatste wat ik ga doen is zoeken naar... Is zoeken naar de dingen. What the fuck is dat? Dat is zo fancy. Oké, okay. Waar is... Ik moet een bord vinden. Oh ja, het bord is beneden. Wat ik nu ga doen is... is het zwaard dat ik heb gevonden te koop zetten. Hier. Oh god, Lucia. Oké, ik ga hier mijn zwaard te koop zetten. Want dat zwaard heb ik niks aan. Oh my god, ik kan... Oh ja, ik moet 3 dagen wachten, anders kan ik... Dus volgende week doe ik dat. Ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vonden. Laat een like achter, abonneer en ik zie jullie in de volgende aflevering. Als jullie dit willen, anders doe ik dit op mijn Engelse kanaal. Doei!